Vandaag nemen we jullie mee op zoek naar een van de mooiste zoetwatervissen van Nederland. Namelijk de baars. Het vissen op baars kan voor jong, oud, beginner en zelfs voor ervaren best een uitdaging zijn. Wat is het juiste aasje? Welke hengel? Wat voor lijn? Nou, soms zie je gewoon door de bomen het bos niet meer. Wij nemen jullie mee naar verschillende stekken. We laten jullie meerdere technieken zien en zullen uitleggen wat voor ons werkt en waarom. Op ons eerste hotspot voor vandaag. Nou, het is het gemaaltje in Zoetermeer, een zeer bekende plek. Nou, je kan je voorstellen, gemaal, die pompt hier allemaal water in. Nou, in dat water daar zitten allemaal kleine visjes die kracht van het gemaal niet hebben overleefd. Ook kleine rivierkreeftjes, allemaal dierlijke restanten. Ja, en het enige wat die baarsen hoeven te doen, die liggen onder de stroming gewoon te wachten wat er aangespoeld komt. Ja, en ze hoeven het alleen maar te pakken. Nou ja, het is natuurlijk een perfecte plek om je kunstaas of een wormpje aan te bieden. En meestal hoef je dan ook niet lang te wachten. Lekker ouwe, hoppa. Lekker hoor. Nummer 12 voor jou? Ja, heerlijk. Trouwens. Lekker man. Hebben we? Oh, netjes. Heb je hem opgevangen? Salmo Hornet. 2 centimeter geloof ik. 3. Netjes hoor. Ja, mooi plugje. Maakt het eigenlijk niet uit hè, wat we eraan hangen. Alles pakt gewoon hè. Ja. Ja, ja. Hoppakee. Jij zit nu op. Jij zit op. Zit je nou 9 of 10? 10. Lekker man. Nou ja. Niet gek. Denk je aan roofvissen, dan denk je natuurlijk meteen aan kunstaas. Maar in het geval van baars, vergeet de ouderwetse worm niet. Dus wat we vandaag gaan doen, we gaan vissen met de dobber. Die vrij kan bewegen tussen een stuitje. Is het ongeveer een meter diep, dan zet ik hem ongeveer op 90 centimeter. Zo kan die lekker over de bodem driften. Nou, kan je vertellen, als er een baars zit, dan pakt hij hem. Nummer 50. Beestjes zijn zo gulzig. Die pakken gewoon die plugjes. Alsof het niks is, hè? Nou, zoals jullie zagen, zijn we aan het vissen met wormen. Maar ja, dan kom je bij de viswinkel en dan zeg je, doe mij maar een bakje wormen. En dan zegt hij, 7 euro. Nou, ik heb een maniertje, is een stuk makkelijker. Pak gewoon de drefts van papa en mama. Pak een emmertje met water. Doe er een klein beetje dreft in. Goed roeren. Gooi het over het gras. En dan gewoon een kwestie van wachten. En de wormen die komen vanzelf. Nou, hoe makkelijk wil je het hebben? Het zijn nog flinke jongens ook hoor. Zoals je kan zien, binnen 10 minuten een bak vol met wormen. Nou, als je de worm hebt gevangen, gelijk afspoelen met slootwater. De wormen komen natuurlijk naar boven door de sop. Daar kunnen ze niet goed tegen. Ga je bijvoorbeeld nog vissen op paling, dan is het ook echt noodzaak om ze even terug te stoppen in de aarde.
zodat ze de rest van de zeep, de lucht van de zeep zo kwijtraken. Anders ga je, ja, anders laten de paling het aasje altijd links liggen. Superman. Superman. Hey, ik kom niet aan mijn visje toe, vriend. Ja. Oh, weer een mooie baars. Spijt me. Ja, dit is al een record. Gaaf. Kijk, dat niet normaal, joh. Kijk, en ze haken ook mooi. Ik ga even een fotootje. Ja, een foto. Ik ga even gemaakt. Ik ga mijn vismaat even gek maken. Nummer 3. Ja. Kijk eens. Lekker, heel mooi hoor. Ja, heel gaaf, super. Ja, vet hoor dit. Mag ik jouw set even fotograferen? Ja, tuurlijk. Die je gebruikt? Ik ga hem... Fans? Iedereen wat... Ja, ik ben fan, ik ben fan. Top, nou laten we gaan. Weet je, okay, ja, je maat hebben nog niks, maar die zijn net zo blij bij jou. Oh, 100%. Kijk. Nummer 4, joh. Ik kan weer helemaal niet eens op kunnen tuigen. Dit is echt mooi, dit. Dit is echt... Wil je hem optillen of wil je hem... Moet ik niet scheppen? Ja, ik zou hem langs de kant doen, man. Zonder hem te verspillen. Moet je hem net hebben? Ah, hij kan langs de kant. Ja. Ik heb hem net in mijn auto. Oh, ja, ja. Hey, de auto hier. Ja, dan ga je langs het kantje. Zonder dat je hem daardoor zou verspillen. Wat een jukkel zeg hij. Ja. Wat een vis. Ja, gaaf. De kik hè. Ja. Ja, zo. Okay. Net lekker al die kleintjes lopen harken. En nou kijk dan, wat een last. Ze worden met het moment worden ze groter. Ik stond hier een keer, was ik bezig met mijn hengel in elkaar aan het zetten. En mijn shed ligt nog in het water. Was weer eens het vis, boem, over zo. Die maat. Nog, ja, gaaf zeg. Ja, iets groter nog zelfs. Ja, dat is wel. Kijk. Hou. Ja, die slag hè, dat je kop ook al zin. Ja. Kijk eens. Van een bek, hè? Ja, dat is gaaf. Mooie ridder. Wat zal die zijn? Nou, die is dik 35 zo, zeker wel, hè? Denk ik hoor. Ja. Zullen we ze lekker in het heldere water vrij laten? Kijken of we kunnen wegzwemmen? Goed. Ga maar, pik. Kijk eens. Weg is die. Mag ik nou ook even vis houden? Ja hoor. Ga ik wel even filmen. God, 3 stuks in 5 minuten. 4. Ja, 4. Nee, ik ga naar huis. Oh, chic idee. Kijk eens. Eindelijk hè. Kijk. Ja, dit is toch mooi hè. Een prachtige baars. Ja. Ja, wat ik zeg ook. Niet zo groot als voor jou, maar hey, we gaan niet klagen meer, hè? Gaan we weer. Ja,
niet normaal dit. Niet normaal. Wij staan ook gewoon naast hem te gooien. We hebben geen tikkie niks. Ja, en hij pakt er gewoon weer een. Zeer gegund natuurlijk. Een lichte vorm van jaloezie. Maar ja, dat is logisch. We gunnen het hem. Wat krijg je hier? Ik doe heel stoer alsof ik erbij hoor. Ja, maar je hoort er ook bij. Eén team. Oh, dit is ook een beetje mijn vis. Nou, super gaaf. Zit hij hem. Heeft hij hem ingeslikt? Nou? Kijk eens. Een tikje kleiner, maar kom op, jongens. Ja, dit is allemaal een hele lekker. Filer ze, dan pakken ze gelijk op. Ja, maar onze pagina's catch en release, hè? Kijk eens. Ah, mooi. Mooi vis. Ja, ik. Je bent lekker bezig. Wil je hem nog een kus geven? Hartelijk. Joep. Ik denk dat we toch eens eventjes moeten gaan hebben over het chatje van jou, Brady. Ja, dat denk ik ook. Want jij staat hier de hele tijd niet meer te vissen. Jij gooit één keer weer in. En ik heb er weer een, hè? Je hebt er gewoon weer een. Ja. Ik heb mijn molen gesloopt. Die voor mij is het afgelopen. Maar Brady, die is niet te stoppen. Kijk, weer een mooie baas. Een mooie baas. Lekker, mooie ridder. Ja, schaap. Dan gaan we eens terug naar de chatje zien waar het allemaal mee gebeurt. Ja, het is gewoon een zo'n splitstaartje. En ik denk dat het gewoon toevallig de goede kleur vandaag is. Of het goede vormpje, of de juiste actie. Dat is echt, wat ik zeg ook, je hebt nou 6 baarzen gevangen van de 15 keer ingooien. Ja, en dan 5 gram. Ja, dat is gewoon dat is vandaag het succes. Het is vandaag een succes. We gaan even naar Brady toe. Want Brady staat hier te harken als geen ander. Dus wij willen wel eventjes zijn geheim weten. Mijn geheim? Nou ja, wat is het in ieder geval? Wat doen we? We gooien hem in. Hè? We laten hem zinken tot de bodem. Ja, ik laat hem gewoon zachtjes zinken. Want ik heb maar 5 gram erop. Dat is 5 gram, dat is niet veel. Dus dat heeft even tijd nodig om de bodem te raken. Ik denk dat het hier zo'n 5, 7 meter diep is. En... ja, dan ga ik gewoon heel, heel langzaam binnenhalen. Dan geef ik af en toe een tikje. En toch continu de spanning erop? Ja, ik hou gewoon de lijn strak. Ik hou mijn hengel expres een beetje hoog. Oh. Dat was wel gaaf geweest, hè? Ja. Oh, jammer. Maar ja, zoals jullie zien, het is gewoon ingooien. Af laten zinken tot de bodem. Langzaam binnendraaien. Af en toe stoppen. Kleine tikjes. Spanning houden op de lijn. Als je contact houdt met het setje. Ja. Zit je op de juiste plek. Dan zit je goed. Heb je nou een inworp helemaal niks? Nee. Een hele inworp helemaal niks? Ik stop ermee. Ga naar huis, ga bier drinken. Fijn. Ah jongens, ik haalde net binnen, ik had een superlekker baars tegen de 40 centimeter eraan hangen. En dan komt er een snoek achteraan. Ah, ik denk zeker 1,20, 1,25. En ik denk ik laat hem gewoon die baars pakken, kijken of ik hem binnen kan trekken. Maar helaas heb ik hem kwijtgeraakt. Maar ja, 3 seconden later heb ik deze. Ook blij mee.
baars toch? Gaaf man. Heel mooi. Blij met jou. Grappig, hè? Pak een baars. Baars, eat baars. Grappig, hè? Nou. Weer een leuke. Met heel veel wind. Dat gaat wel lekker, jongens. Kijk. Nee, dat is mijn lijntje. Kijk eens, hier. Kikkerbol. Bedankt voor het kijken. In de volgende aflevering gaan we om de tafel en bespreken we wat wij hebben geleerd. Hebben we het mysterie ontrafeld of zijn er alleen maar meer vragen naar boven gekomen? Wat blijft staan is dat de baars een van de mooiste vissen is in onze Nederlandse wateren. Nou, abonneer, geef een like en klik op de bel om deel 2 niet te missen.